Je wilt niks zeggen over Sinterklaas? Wegwezen. Maakt me niks uit. Wegwezen hier nu. Ja. En ik wil jullie bij de boot afzetten en anders niet. Terwijl de rest van Nederland heerlijk pakjesavond aan het vieren is op 5 december, gaat in Ameland er iets anders aan toe. Daar vielen ze namelijk Sinterklaas. Het schijnt dat de mannen 's avonds vanaf 5 uur buiten rond gaan lopen in witte gewaden met stokken. En dat de vrouwen en de kinderen vanaf 5 uur niet meer op straat mogen zijn. Het hele eiland is pikken donker. En als de vrouwen en kinderen op straat zijn, dan krijgen ze een pak slaag met die stokken. En aangezien ik een vrouwelijke verslaggever ben, leek het mij een geweldig idee om daar dan even tussen te gaan lopen. We willen eigenlijk heel graag weten wat het inhoudt. Ja, dat we om 5 uur thuis moeten zijn. Licht zijn uit. Is het niet een beetje angstig dan voor wat er gaat gebeuren? Nee hoor. Nee? Nee. Oké. Niet bang dat u geslagen gaat worden? Nee. U blijft lekker binnen? Ik blijf gewoon binnen. Wij zijn heel erg benieuwd naar het feest wat vanavond gaat plaatsvinden hier. Nee, sorry. Doeg. Doet u daar niks over zeggen? Nee, niemand niet. Je wilt niks zeggen over Sinterklaas? Alsjeblieft. Nee? Maar we zijn eigenlijk gewoon heel benieuwd wat het is, wat het inhoudt. Hallo? Niemand wil met ons praten, wat is dit? Mag ik u wat vragen? Nee, beslist niet. Oh, nou, dat is niet zo gezellig. Wegwezen. Maakt me niks uit. Wegwezen hier nu. Ja, als je nu eerst wil ik de auto's kunnen zetten. Ja, prima. Ik wegwezen jullie. Dat geeft nu? Nee, ik wil nu de auto's kunnen jullie gaan hier nu weg, want dit is niet leuk. Dit is voor Amelanders en door Amelanders en jullie hebben hier niks te zoeken. Ik doe rustig. Ik doe rustig, want ik wil niet dat wij hier met worden geconfronteerd hiermee. En ik wil jullie bij de boot afzetten en anders niet. Ja hoor, dat is helemaal prima. Doen we dat gezellig. Maar waarom is het zo'n heftig iets, mevrouw? We begrijpen het niet. Nou, dan zal ik het jullie uitleggen. Ja, graag. Nou. Nu een hele ophef gemaakt en dat moet er niet van worden. Dat hoeft niet. Maar wij willen eigenlijk alleen gewoon begrijpen wat hier gedaan wordt in plaats van dat we van een... Dat hoeft niemand te weten niet. Maar waarom niet dan? Daarom niet. Omdat dit een Amelander feest is en dat is voor niemand anders toegankelijk. Maar u zet ons nu gewoon letterlijk van het eiland af? Ja. Omdat wij niet mogen weten wat hier gebeurt. Ja. Dat is toch een heel vreemd verhaal? Ja, nou, het is zoals het is. Het is zoals het is. Ik zeg precies hoe het is als jullie hadden gedragen. Maar op zich hebben wij niks verkeerds gedaan, hè? We hebben alleen wat mensen aangesproken. Heeft toch niks met gedragen? Wij willen echt helemaal niks met te maken hebben. Als jij hier straks op straat loopt, dan word je eraf geslagen. Ja. Dus ik wil er gewoon niks over zeggen. Maar dat is toch... Jullie moeten hier gewoon niet wezen, nu niet. Het is bizar voor woorden wat u zegt, dat ik het eiland word afgeslagen als ik hier rondloop. Het maakt niet uit en je moet hier gewoon niet wezen nu. En daarom zet ik jullie bij de boot af, want jullie moeten dat gewoon niet doen. Jullie moeten ons wat rust laten. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje aan het verwerken wat er net is gebeurd. Er is net een vrouw naar ons toegekomen. We hadden een auto van haar gehuurd. En zij heeft ons nu letterlijk weer teruggebracht naar de pont. Ze had mijn tas in haar handen. Als een soort van borg, zodat wij de autosleutel aan haar terug zouden geven. En de mensen om ons heen zeggen gewoon, jullie horen hier niet, jullie moeten nu weg. Ze heeft ons gewoon weer bij de pont afgezet. We hebben geen auto, niks. Dus we worden gewoon van het eiland afgegooid. Ik ben echt compleet in de war van wat hier gebeurt. Wat een gek zooitje. Nou, het is nu 5 uur 's avonds hier op Ameland. En officieel is Sinterklaas nu begonnen. Oftewel, er zijn nu allemaal mannen in witte gewaden door de straat heen aan het gaan met stokken om geesten te verjagen of zo, wat het is. En de vrouwen en de kinderen moeten binnenblijven. Wij wilden dit heel graag filmen om gewoon te zien, wat is dit ritueel? Wat wordt er gedaan hier in Ameland? En hoe gaat het allemaal in zijn werk? Gewoon uit pure interesse. Maar wij zijn door zoveel mensen hier bedreigd. Iedereen heeft foto's naar elkaar doorgestuurd dat we hier zijn. Iedereen is tegen ons aan het zeggen dat wij hier weg moeten. Jullie zagen al dat we letterlijk weer terug werden gezet in de auto met de pont. De auto is afgepakt. Wij kunnen eigenlijk nergens naartoe. En ik ben oprecht nog nooit in mijn leven zo naar geweest van een situatie dat wij ergens niet welkom waren en ergens niet mochten zijn. Het is echt fucking bizar. Niemand wil ons hier hebben. Ze blijven zeggen dat het een Ameland ding is en dat als wij hier zijn, dat ze ons dan in ieder geval onze spullen kapot willen maken. Maar ook vooral mij, omdat ik ook een vrouw ben en ik niet op straat mag zijn, dan wel echt een paar tikken zou geven. Dus het wordt ons nu echt aangeraden dat wij weggaan. En het is gewoon fucking bizar. Alles is hier nu donker. Er loopt hier niemand meer. Behalve die mannen dan die hier ergens op straat rondlopen. Ik heb oprecht nog nooit zo'n fucking raar feest meegemaakt. En vooral me nog nooit ergens zo niet welkom gevoeld. Als hoe het hier in Ameland of op Ameland eraan toe gaat. Dus
5 december, fucking gezellig hier. Nou, dat was weer een leuke video. Dit is de knop om te abonneren. Dit is Reinoud. Dit is nog een video. Dit is nog een video. Klik maar waar je wil.